En ah, nou, waar ligt de grootste zwakte van Ajax? <laughs> uh, nou, grootste zwakte. Uh, ze hebben de laatste zeven wedstrijden gewonnen, dus geeft aan dat ze ook heel veel uh, kwaliteit hebben. Maar volgens mij, van de week, of het was AD, heeft Telegraaf nog een staatje in gestaan als het ging om uh, standaard situaties, voorzet zijkant. Dus dat is allemaal al volgekoud voor ons waar wellicht wat kansen uh, zouden liggen. Maar. Uh, ik denk dat uh, elke speelwijze heeft zijn voor's en zijn tegens Ajax is over het algemeen extreem aanvallend. Nou, dan roept elke trainer die tegen Ajax speelt: ja, in de omschakeling ligt vaak wel wat ruimte. Ik vind wel dat dat juist het onderdeel is wat steeds beter verzorgd is binnen, uh, bij Ajax. En dus dat heeft Huitingha uitstekend voor elkaar gekregen. Uh, dus uh, elke speelwijze heeft uh, zijn voor's en zijn tegens. En er is dus bij elke speelwijze wel iets te vinden waar je hoopt met de kwaliteiten die je zelf hebt uit te kunnen buiten. Dat is net even een andere manier van antwoorden dan dat Heidinga gisteren deed natuurlijk. Ja, maar we zijn ook geen broers van elkaar, dus uh, ieder mag zijn eigen antwoord geven. Uh, Zeker. Welke, of tenminste laat ik het zo zeggen, er zijn finance supporters die, die trekken dat natuurlijk slecht, die vinden dat arrogant van Heidinga, die zeggen van nou, dit moet op, uh, op de muur hangen in de kleedkamer. Ja. Hoe zie jij dat? Wat, wat ga jij doen daarmee? Of het arrogant is, of het is zelfvertrouwen, of het is een stukje humor. Ik kan over het algemeen humor wel enorm waarderen. Uh, zoals hij ook een leuke opmerking had over dat hij alleen de extra tijd ging kijken. Ja, dat, dat leidt bij heel veel mensen ook tot heel veel frustratie en irritatie. Maar ik vind het eigenlijk wel een leuk stukje humor. Uh, je kunt van Amsterdammers veel zeggen, maar over het algemeen ze, zijn ze wel vrij bij de hand. Dus, um, maar dat is van een Rotterdammer misschien iets minder, uh, wat als iets minder leuk uh, ervaren. Dus ja. Um, al dat soort dingen gaat niet de wedstrijd van morgen, denk ik, althans beïnvloeden. Dat uh, straks komt hier een speler te zitten, die zou misschien die wedstrijd kunnen beïnvloeden. Zoals uh, dat bij Ajax er ook meer zijn, bij ons ook een aantal anderen zijn die die wedstrijd kunnen beïnvloeden. En niet of er voor die tijd een steekje of een dolletje of een uh, opmerking uitgedeeld wordt. Ja, nog um, één ding. Het ging net over dat elke wedstrijd nu spannend is. Het gaat er nu om. Er wordt dan ook gezegd dat, dat er bij Feyenoord niet veel spelers zijn die die uh, ervaring hebben he, om met die druk om te gaan. Wat kun jij als trainer zijn om dat, ja, om dat een beetje te sturen, zeg maar? Ja, nee, maar dat is, dat is een waarheid en ik hou wel van waarheden. Dus daar kun, je, daar kun je niet ontkennen dat wij heel weinig spelers hebben die de ervaring hebben van het winnen van een titel. En dat er bij Ajax een aantal spelers lopen die dat meer hebben dan ons. Maar de enige manier om die ervaring op te doen. Is om een keer te winnen. En die ervaring doe je niet alleen op door de titel te winnen, maar ook door het gedurende het seizoen veel lastige en moeilijke wedstrijden te spelen. Nou, dit is niet onze eerste. En het zal ook niet onze laatste zijn. Want ongeacht het resultaat van morgen zijn er nog in de competitie dan acht hele belangrijke. Maar we hebben Twente, AZ, PSV, we hebben ook al een keer tegen Ajax gespeeld, Lazio Roma, nou ja, Shakhtar. Dus Dus je, je, door die ervaring word je als elftal steeds beter. En we hopen dat dat voldoende gaat zijn om, uh, om een unieke prestatie te leveren.